Nederland, Waterland. Nederland, bekend om het watermanagement en innovatie op het gebied van waterbehandeling. Toch wordt nog dagelijks bij werkzaamheden aan het riool zonder pardon het vuile water op het grondoppervlak geloosd. Tijdens deze werkzaamheden loopt het riool letterlijk leeg in de bodem. Dit is een ongezonde situatie voor omwonenden en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren. Dit is niet alleen heel onhygiënisch en onveilig, maar ook nog eens bij wet verboden. Want de wet Milieubeheer schrijft voor dat er geen afvalwater meer mag worden geloosd. De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater tussen perceel en zuiveringsinstallatie. Dit ontslaat planontwikkelaars en uitvoerende partijen niet van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de wet en regelgeving. Maar hoe zou je dit moeten oplossen? De werkzaamheden moeten immers uitgevoerd worden en het riool moet in bedrijf blijven. De oplossing is de inzet van de RioBox. Een unieke, duurzame en milieuvriendelijke manier om te zorgen dat er geen vuil water meer in de grond of in het oppervlaktewater terechtkomt. De werking van de RioBox is simpel. De rioolbuis met verstopping of die aan vervanging toe is, wordt blootgelegd. De RioBox wordt hieromheen geplaatst en deze sluit de riolering waterdicht af. Via de booringang wordt een gat in het riool gezaagd. Door deze werkwijze wordt de riolering emissieloos toegankelijk. Het vuile water kan namelijk niet weg en loopt in de box. Deze wordt vervolgens direct leeggepompt. Hierdoor wordt het riool omgeleid naar de opvangunit. Met een camera kan desgewenst de verstopping worden opgezocht en vervolgens opgelost. Het is echter ook mogelijk de RioBox te laten staan tot een tijdstip dat beter uitkomt voor de werkzaamheden. Zoals na de feestdagen in een drukke winkelstraat of tijdens het weekend op een weg met druk forensenverkeer. Het complete systeem kan van één enkele dag tot meerdere maanden blijven staan. De geavanceerde meetapparatuur zorgt ervoor dat de toe- en afvoer van het afvalwater constant gemeten en geregistreerd wordt, zelfs als de RioBox ingegraven is. Mochten er verschillen gemeten worden, dan geeft het direct een alarm via bijvoorbeeld sms naar uw medewerker, aannemer of eindgebruiker. Deze controleert het type en de locatie van de storing en kan direct actie ondernemen. Het intelligente systeem is uitgevoerd met GPRS en registreert derhalve de werklocatie, data en verbruik. De RioBox is geschikt voor leidingen van nagenoeg alle diameters en de pomp heeft een capaciteit tot wel 100.000 liter per uur. De volle units kunt u indien gewenst laten legen bij erkende waterzuiveringsbedrijven. De RioBox is herbruikbaar en daardoor duurzaam inzetbaar. Voordelen van de RioBox op een rijtje.
voorkomt overtreding wetgeving, voldoet aan Nederlandse en Europese regelgeving, voorkomt dat er schadelijk afvalwater in de bodem terechtkomt, bespaart hoge kosten voor eventuele bodemsanering, hygiënische omstandigheden voor medewerkers en omwonenden, werken conform arbeidsomstandighedenwet en bouwbesluit. Ook inzetbaar bij evenementen, calamiteiten en noodsituaties. Datagegevens en locatie toegankelijk via internet. In te zetten bij renovatie, relining, reparatie, inspectie, onderhoud en werkzaamheden van derden. Inzetbaar als tijdelijke of langdurige omleiding van het riool. Schoon en veilig werken aan het riool. Simpelweg omdat het moet en kan.